In het Rotterdamse beursgebouw ligt een artikel uitgestald waarvan de geur tot ver in het buitenland de kooplieden heeft aangetrokken. Uit Frankrijk, Engeland, Zwitserland, Tsjechoslowakije, Oostenrijk en Scandinavië zijn ze toegezwermd om gedurende 2 dagen samen met de Nederlandse handelaren en fabrikanten hun neus te steken in Monsters Java Bezuki tabak. Ruim 6000 pakken uit de oogst 1939 werden kort geleden aangevoerd. Bij de inschrijving is de belangstelling zeer groot, al leidt zij nog niet tot zulke opwindende tafereelen als we voor de oorlog gewend waren. Tegen de verwachting is slechts 20% van de aangeboden tabak naar het buitenland gegaan. Dit wil niet zeggen dat wij de rest hier te roken zullen krijgen. Een groot gedeelte zal tot sigaren worden verwerkt en dan alsnog uitgevoerd. Binnenkort verwacht men nieuwe zendingen uit Java en dus weer nieuwe inschrijvingen, zodat men hoopt dat Nederland spoedig weer een centrum voor de tabakshandel zal worden.